Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Zintuigkracht. En we staan hier bij de voorlopig laatste video. En dat is de stoomtrein, als we hem maar ophalen. What the fuck is dat voor iets, hoor? Ze liggen onder water. Join the car, man! Ze gaan snorkelen ofzo. Oké. Okay. Hopelijk ruikt hem er heel grap. Ik wist wel uiteens wel ook dat de trein veel rap laten gaan bij ons, maar dat gaat niet gebeuren. En we willen een 20 uur laten gaan, dat gaat niet pakken. Als deze video te lang duurt, dan spoel ik hier en daar wel door, zullen. Verder deze trein. Ja, die rijdt al lang niet meer op stoom, dat is. Hij rijdt al lang op elektriek. Maar, ja, ik vind het ook jammer dat er maar twee stations zijn in zo'n groot park. Dus, alleen maar in Raagruik en in Maarruik, dat is een beetje weinig voor een groot park. Ze hadden bij Fata Morgana ook nog een mogen zetten. Daar had ook nog wel schoon een extra station gestaan. Gemiste kans. Ja, ja. Hoe is deze? Een vijver die de pot op kan. Ah ja, dat is die speelwaarde of zo. Ik ben altijd pist omdat ze ons geen medelang hebben gegeven. Johannes kan zagen. Hè. En ik ga dat niet vergeven, niet dat vergeven. Hier is het, de geheime bunker. Hier links aan ons. Wel, op die manier kan ik wel even rap een fabriek maken. Nee. Nu zijn we in Reizenrijk, dus dat was de speelwaarde. De Efteling heeft zo'n fucking grote speelwaarde, niet normaal. Nou, hier zijn we op de Gondoletta vijver. Daar vaart hem. De Gondoletta die hebben we niet gedaan hier, die duurt gewoon veel te lang. Oh, die gaan we nog doen, mensen? Nee. Waarom niet? Die is toch leuk? Ik heb juist gezegd, ik hou niet van dat soort attracties dat zo heel lang duren. Ja, en het hoort bij het park. Het hoort niet bij ons. Want ik ben. Ik ben een die van hard gaan houdt. Allee. Nee, jij natuurlijk niet, jij bent een pussy. Nee. We zijn. YouTube is een pretparkkanaal en wie van ons is er geïnteresseerd in pretpark? Alleen ik. Jonas, die geeft er geen hol om. Jawel, ik ben geïnteresseerd in pretpark Jens, want ik weet bijvoorbeeld allemaal zaken. Jij niet weet bijvoorbeeld de looping van de... Van de Psyche Underground, die 55 meter. 35 meter. Details die Jens niet wist. Ja, ik weet zoveel details die jij niet weet. Stout. Dat zijn we dus gebouwd in 1930. Amai, ze hem. Nee. In 1900. Nee, niet in 1900. 2003. Ja, weer hetzelfde, dus no worries. Gewoon dicht, je zit er dichtbij. En 6. Nee. 4. Ja. Yes, toen is mijn broeder geboren, ik was er al toen, dus... Ik heb die al gedaan toen ik net geboren was, dus... Sledgehammer is ook echt een uniek ding, jongens. Een giant frisbee van Hus, dat vinden die vaak, een giant frisbee. Ik heb het eigenlijk nog niet gezien in pretparken. Het is een goede grote. En het is jammer, want giant frisbees zijn veel leuker dan... zoals bijvoorbeeld Mad Mill in Duinrol, dat is echt een fucking krachtige molen. Die draait fucking rap, maar ik ben geen fan van attracties die zo rap draaien. En Sledgehammer die gaat wel heel hoog, dat is fucking nice. Dus, daarom vind ik Sledgehammer de beste frisbee die ik al heb gedaan. Sledgehammer is samen met Typhoon de laatste investering die dat Bobby aan Schoepen heeft gedaan voor hem zijn park verkocht en een paar jaar later stierf. In 2004 heeft hem het park verkocht aan Park Reunidos
en tot de dag van vandaag nog altijd eigenaar is van Bobby Aanland. En niet alleen van Bobby Aanland, maar ook van Movie Park en ja, nog een paar andere attracties. Pretparken. Yes, boy. Ja. Dit is welke video dan eigenlijk voor elke belediging muziek afzetten. Sinds dat park Reunidoos het park heeft overgenomen, zijn ze minder goed geworden. Leep eens, vertel even welke video dat was dat ik zo... Als jij iets zei over mij dat ik nog muziek afzetten. Als ik ze allemaal moet opnemen, ben ik morgen nog bezig. Nee, we gaan heel het trein toch doen, heel het spoor. Oké, we zijn bij station Raagrijk aangekomen. Station De Oost eigenlijk. Zo heette vroeger Raagrijk trouwens, De Oost. De Oosthoek van het park. Oké, we gaan even knippen totdat we terug vertrokken zijn. Amai, trouwens. Oké, we zijn weer weg. Ik was dus bij Park Reunidossen. Typhoon en Sledgehammer, de laatste investeringen van Bobby Aans Groep en daarna was er daarna nog gekomen. Zo. De Banana Battle, dat was nog wel mooi. King Kong, ja, is niet. Die is wel mooi, maar het stelt niks voor. En dan Mount Mara, die hebben eigenlijk Revolution verkloot. Forbidden Caves hebben ze gebouwd, slecht. En de Fly Away weggedaan, al zeg. Ah, en de Dis, nu Nagabay. Spinning Coaster is wel leuk, maar Dis heeft nog wel een slapper iets, vind ik ze. Er komt er al die block breaks. Eigenlijk alleen Fury. Fury is echt een top investering geweest. Nou, we gaan verder. Nu moeten we blijven rijden totdat we terug in Marenrijk zijn. Oké, we zijn hier, mensen, we zijn hier nu bij Max en Moritz. Ja, wat de hel? Ik weet niet hoe ver dat die bouw hier staat. Maar... Oh, ik zie daar een hollebolle gijs. Ja. En we zijn hier ook bij Fata Morgana. Kijk, dit is hier ook nog goed een station kunnen staan. Nou. Wat is het hier? Burger Bakery. Hier, hier is Aquanura. De fuck, dat meer staat leeg. Ik zie allemaal hoppers. Ja, ik ga nu iets grappigs zetten. Zijn ze aan die show aan het werken ofzo? Ieuw, kijk, ik ben hem aan het uitlachen. Dat ik de Max en Moritz in één dag analyseer. Ja, kun je ook die modellen maken in één dag uit? Nee, daar hebben ze aparte mensen voor. Oké, dan we hier oversteek plaatsen, gaan we langs de Sprookjesbos terug naar Marenrijk. Ah, de wissel. Ja, ik weet dan niet dat die er is, want ik doe de stoomtrein nooit. Ah nee, wacht eens even. Is dit niet... Is dat niet dat fake station van de Laven of zo? Want die was er ook. Een fake station. Ja, dat zal wel. Als ik even vergeet dat hier was, er was ook nog een fake station van bij de stoomtrein, maar daar kun je niet echt in en uitstappen. Daar staan gewoon laven en dan rijd je gewoon door en ja, het is getimd naar een station. Oké, maar dan zijn we nu bij het echte station terecht. Oké, we zijn aangekomen. En ja, dan mensen, dan was dit de voorlopig laatste video, alleen op dit moment toch nog. Ik weet niet of er al iets nieuws is wanneer dat deze video online komt. Maar ja,
Dan is het de voorlopig laatste video, dus dan is het nog wachten op Piranha. Een halve maand die ze onderhoudt. En Max en Moritz natuurlijk, maar die zullen denk ik pas open kunnen wanneer dat een echte open is. Je moet het natuurlijk echt kunnen namaken. Hier zien we Sinterklaas nog. Sint-Nicolaasplein. Ja, dit was de video. Dus zeggen we tot de volgende video en ciao. Later!